De podcast vandaag hebben we urologie op het uh, thema staan. En vandaag in onze studio zijn er twee urologen, dokter Thomas Tailly en dokter Karel Van Houten. En zij gaan het vandaag hebben over de trends binnen urologie. Maar we gaan ze eerst even zichzelf laten voorstellen, uiteraard. Hallo iedereen, ik ben Karel uh, Van Houten. Ik uh, werk als uroloog in het UZ Leuven en in het Heilig Hart in Leuven. En ik hou me eigenlijk dag dagelijks bezig met endourologie, zijnde steenbehandeling maar ook behandeling van benigne hyperplasie. En ik doe met heel veel overgave. Um, nu al in Leuven een viertal jaar. Uh, ik ben blij hier te mogen zijn. En ik zit hier naast mijn goede vriend, Thomas. Dag hey, Thomas. Hallo, ik ben... Uh, dag iedereen. Welkom op de podcast Urologie. Ik ben Thomas Tai. Ik ben uh, uroloog in het UZ in Gent. Ik ben er ondertussen acht jaar en ik doe eigenlijk net hetzelfde als Karel. Carl was mijn allereerste fellow ondertussen zeven jaar geleden denk ik en uh, dat was een heel belangrijk deel van mijn carrière. Ik heb daar heel veel aan gehad en uh, ik heb daar nog elke dag veel aan. We zijn dan ook geëvolueerd naar een goede vriendschap en wij doen samen met veel overgaven urologie. en daarover gaan we dan vandaag ook praten. Voilà, exact jullie gaan het hebben over de trends binnen urologie. Ja, klopt. Ik denk dat we... Uh, vandaag is er een heel belangrijke trend. Uh, zijn de, we worden eigenlijk overspoeld door verschillende types lasers. Hoogwattage, laagwattage, thulium, holmium, fiber. En eigenlijk wordt het soms een beetje moeilijk om als uroloog uh, een keuze te maken. Dus ja, het wordt eigenlijk een beetje vergeleken met als men een auto kopen. Je kan hele dure lasers, heel krachtige lasers gaan kopen. Je kan ook wat minder krachtige lasers kopen. En dan stelt zich de vraag, wat is eigenlijk de beste laser... Ik denk niet dat dat de belangrijkste vraag is. Ik denk dat de belangrijkste vraag zal zijn: ja, hoe bedien ik die laser correct? Hè? Ik denk dat Thomas daar wel mee akkoord gaat. Absoluut. Dat iedereen wel een laser kan kopen, maar kan iedereen de laser correct gebruiken? Dat is misschien wel een heel belangrijke vraag. Want we zien toch ook, jammer genoeg, de laatste tijd, misschien niet de laatste tijd, maar we zien toch regelmatig ook wat uh, iatrogene schade. Na uretroscopie dan voornamelijk. En de vraag is of die lezers daar iets mee te maken hebben. Ik weet niet, Thomas, wat, wat jij daar ik van vindt? Ik, ik denk dat daar inderdaad wel uh, een, een link te leggen is. Hè. Zoals je zegt, uh, er is een vergelijking met een auto kopen. Iedereen kan gelijk welke auto kopen, bij wijze van spreken. Je kunt nu ook een Porsche of een Ferrari kopen, maar of dat je daar dan ook mee kunt rijden met die auto, dat is een andere vraag. En de vraag is ook van ja, je kunt met zo'n auto 200 km per uur rijden, maar moet je dat doen in de stad? Dat denk ik nu eigenlijk niet. En dan gaat het hem inderdaad over verantwoord omgaan met, met het materiaal dat je dat koopt. En, en zeker van die hoogwattage lasers, die, die kunnen heel veel kracht gaan outputten uit een laserfiber. En dat lijkt allemaal zeer efficiënt, maar er wordt waarschijnlijk nog onvoldoende nagedacht bij hoeveel energie daar eigenlijk wel bij vrijkomt. En in de fysica, energie is warmte. En als we heel veel energie in een systeem gaan brengen, ja, dan creëert dat ook wel warmte. En dat is niet onschadelijk voor een hier. En in dat opzicht is het uh, belangrijk om correct om te gaan met het materiaal en daarnaast ook te zorgen voor een goede flow. Ja, absoluut. Ik denk, maar ik denk ook bij, binnen dit aspect dat de fabrikanten, misschien ons ook als, als gebruikers van de laser, dan ons ook op moeten wijzen dat die lasers bepaalde gevaren inhouden. En, en ik denk dat dat misschien een zou moeten zijn naar de toekomst toe, dat, dat, ja, dat er bepaalde ja, boodschappen op je lezer verschijnen van opgepast. Je gaat hier boven een bepaald wattage, ik zeg maar iets 12, 15 watts. In een ureter is eigenlijk al heel veel. Mm -hmm. um, ik denk dat dat misschien een goed idee zou zijn, zijn naar de fabrikanten toe, om, om dan bijvoorbeeld een pop-up te krijgen van opgepast. Je gaat hier boven een bepaalde kritische grens. Bent, ben je zeker dat je dat wil doen? En denk, ja, het is misschien wel interessant naar de toekomst toe. Voorlopig bestaat dat nog niet, toch ja. niet naar mijn weten. De vraag is ook wat de kritische grens is natuurlijk, want momenteel is daar nog geen zeer overtuigende data over uit de urologie, maar we weten wel uit de fysica dat als we 15 watt geven. Per seconde. Ja, dat is 15 juelen per seconde. Dan geven we best wel veel energie. En dan gaat het er ook van afhangen hoeveel flow we op dat moment kunnen gaan geven. Dan hangt er vanaf hoe goed de urineleider is voorbereid, medicamenteus dan wel met een stent. Hoe dik is onze uh, uretroscoop? Zijn we met een access sheet bezig, ja of nee? Dat zijn allemaal zaken waar we dan rekening mee moeten houden voor die kritische grens niet te gaan bereiken. Daarnaast, uh, kritische grens, we zijn ook ondertussen bezig met data te vergaren over een kritische grens voor. Druk. We dachten altijd dat dat 40 mm kwik was, of 40 cm water liever. Maar is dat effectief wel zo? Dat is een goede vraag, Thomas. Maar welke, welke kritische grens hanteer je zelf? Ik persoonlijk ik hanteer de grens nog altijd van 40 cm. Akkoord. En ook, ja, als ik kijk naar energie in de ureter, ja, persoonlijk ga ik dan maximum 8 tot 10 watt in de ureter. In de nier permitteer ik mij wat meer. Als je natuurlijk naar een percutane gaat, dan trek ik mij helemaal niets van aan, Absoluut. omdat je daar een geweldige goede flow hebt. En daar, daar is het ook minder een issue. Maar ja, voorlopig hangen we nog altijd vast aan die dogma's Absoluut. die inderdaad te weinig onderbouwd zijn. En ik denk naar de toekomst toe dat we wellicht wel meer data zullen krijgen, als we ook beter kunnen meten. En voorlopig hebben we die data nog niet. Dus voorlopig hanteer ik nog altijd die, die, klassieke, uh, die klassieke grenzen. En die ik, we onszelf opleggen. Ja, maar die jij waarschijnlijk ook gebruikt. Absoluut. Ja. Ja. Um, ja. Ik, ik ben wel voorzichtiger geworden nog, denk ik, dan vroeger met, uh, met hoogquartagelezers. Um, zeker wetende hoeveel energie dat je binnenbrengt in een nier, uh, hoe weinig flow je soms kan hebben, en dan, dan moet je bijna een access sheet hebben, hoeft natuurlijk niet per se. Je hebt ook andere manieren om de druk te gaan verminderen, maar dat brengt ons misschien bij de volgende trend van access sheets. Ja, ja er is inderdaad een, een, een nieuwe trend en, um, is ik het laatste jaar vooral in België ook geïntroduceerd, maar bestaat al verschillende jaren in China. Zijn het de, de bendable suction access sheets zijn een klassiek exersheet, maar uitgerust met succie en de tip is eigenlijk flexibel. En dat maakt eigenlijk dat je met je scope eigenlijk ja, samen met de exersheet in een kelk, enert welke kelk die je kunt bereiken met je scope, daarin kan die exersheet ook gepositioneerd worden. En dan kun je als het ware ja, in die kelk gaan lezen met ja, continue outflow, maar als je het ook wenst, kun je eigenlijk ja, continu daarop zuigen en kun je de desbetreffende kelk gaan leegzuigen. En ja, er zijn data die beweren dat de stone free rate daardoor beter zou moeten zijn. Dat we misschien wat minder complicaties zouden zien, minder druk. Maar opnieuw, dat zijn geen prospectieve data. Die hebben we nog niet. We hebben een aantal retrospectieve, toch een beetje retrospectieve data. Um, maar ik denk wel dat dat misschien toch wel een <kijkt> beetje een gamechanger kan zijn. in de manier waarop we momenteel aan retrograde intrarenale intra intra chirurgie doen. Uh, Thomas, ik denk dat jij daar wel al wat ervaring mee hebt met die nieuwe access sheets. Ik heb al een aantal ingrepen met zo'n access sheet gedaan. Nu, uh, klassiek ben ik geen fan van access sheets, omdat als je met je camera niet binnen in een urineleider, dan moet je die niet gaan forceren met een access sheet. En als je wel heel vlot met een camera binnen geraakt in een urineleider, dan heb je waarschijnlijk geen excess, sheet, excess sheets nodig. Want je ziet heel vaak als je een flexueur aan het doen bent en je bent aan het dusten. en komt dan met de uretroscoop achteruit. dan zie je heel vaak een heleboel dust in de urineleider of zelfs in de blaas. Dus er is wel vrij vaak toch outflow. Naast de scope door de urineleider zelfs naar de blaas. En we kunnen daar de urineleider voor voorbereiden, medicamenteus met een alfablokker. Als patiënten gepresent zijn, is het al helemaal gemakkelijk. Patiënten die gepresent geweest zijn, krijgen vaak een, <coughs> krijgen vaak een excess sheet, terwijl het bij die patiënten misschien net niet nodig is, omdat je zo'n goede uitvloei hebt. Dus ik was klassiek geen fan van excess sheets. Maar die sucie-access sheets moet ik zeggen helpen wel. Zeker als je een heel grote steenlood aan het dusten bent, dan heb je uiteindelijk soms zoveel dust in die nier, dat er nog grotere fragmenten onder verstopt zitten. En die ga je niet zien, omdat je daar een heel bed van, van dust hebt liggen. En dan kan je met die Flexible Access Sheet effectief al dat dust gaan wegzuigen. En Je kan het ook gaan doen, zoals je zegt, in een andere kelk. Want die Flexible Access Sheet kan je retroscoop gewoon gaan volgen. Op zich vrij veilig, want dat is een zachte tip. En dan kan je zo fragmentjes gaan evacueren met die Access Sheet. Kan het de Stone Free Rate verhogen? Ik denk eigenlijk van wel, want alles wat je er zelf al hebt uitgehaald met die excess sheet, moet de patiënt niet meer evacueren en je hebt minder risico dat je stukjes niet meer gaat zien liggen onder het dust. En je gaat ook misschien mogelijk minder disposables gebruiken, zoals baskets. Ja. Want je kunt zuigen. Dat is natuurlijk wel een potentieel voordeel. Ja. Um, het is wel zo, daar heb je zeker gelijk in, maar voor grotere stukjes is het niet zo heel evident, omdat je eigenlijk met de camera toch helemaal naar buiten moet komen. En dan is er toch wel een, een vrij grote kolom water die boven die steen moet zitten tot buiten. En dan ga je eigenlijk heel het kelkensysteem gaan leegzuigen. En dan kan je toch bijna onderdruk gaan creëren, wat ervoor kan gaan zorgen dat het een beetje begint te bloeden. Dus zeker en vast, een heel nuttige disposable, die volgens mij uh, zijn, zijn, zijn plaats wel gaat krijgen in de urologie en verdient, maar ook weer daar uh, zie hoe je ermee omgaat. Ja, en ik denk ook, het bijkomend probleem momenteel is uh, dat de, de diameter van die extra sheets relatief groot is, dan spreken we over 12-14 sheets, mm -hmm. en dan zijn we weer ja, bij de issue van het pre-stenten, dus het is heel moeilijk om in een naïeve ureter, of, enfin, moeilijk, de kans is vrij laag dat je in een naïeve ureter zomaar een 12 14 access sheet zal kunnen plaatsen. Dus ja, die mensen moeten dan wel gecanceld worden voor pre-stenting. Ja. En ja, laat ons wel wezen, steenpatiënten zijn vaker recidivisten die weten wat een stent is. Er zijn er heel wat die dat niet, ja, of dat, dat moeilijk tolereren. Dat en is ook zo... een puntje om mee te nemen. Suction Access Sheet de dag van vandaag. Zeker. er ligt ook nood aan pre-stenting. Dat vind ik een beetje de keerzijde van de medaille, maar dat zal misschien nog naar de toekomst toe veranderen, hoop ik. Want ja, er is toch ook wel heel wat miniaturisatie op komst. Hè. Ja, absoluut. De laatste twee, drie jaar, uh, ja, de single-use Flex overspoelt ook onze markt, net als de lasers. En daar zien we dus ook eigenlijk een trend naar, naar miniaturisatie, hè, waar de de reusable scopen 8,59 French zijn. Zitten we nu met single use scopen die quasi standaard 7,5 French zijn. En binnenkort zelfs nog lager. Hè. We gaan eigenlijk naar 6,2. En is de grens daarmee bereikt? Ik denk het niet. Maar ik denk wel dat dat bepaalde voordelen uh, met zich meebrengt. Maar onder ook kleinere access sheets. Waardoor we wellicht minder gaan moeten prestenten. Mm -hmm. um, nu die, die nieuwe. Uh, Flex URS 6.2 French is naar mijn weten nog niet op de markt. Ik weet niet, Thomas, of jij daar al echo's van vernomen hebt, of dat die eraan komt? En ik verwacht dat die inderdaad wel gaat komen. Uh, of dat nog lang zal duren, dat denk ik niet. Ik denk inderdaad ook, zoals je zegt, die miniaturisatie gaat waarschijnlijk uh, het retrograte, chirurgie chirurgieverhaal nog verbreden, eigenlijk, waardoor je minder gaat moeten prestenten. Misschien nog dunnere extra sheets gaat kunnen gebruiken en zo verder. Dus ik denk wel dat dat een, een, terug een nuttige additie gaat zijn aan ons armamentarium. Kan het veel kleiner, ik weet het niet. Je hebt nog altijd een werkkanaal nodig, natuurlijk voor een goede float te hebben en eventueel een laser of een basket naar binnen te brengen. Maar 6,2 is in ieder geval al zeer zeer kleine. Uh, gaan we daarmee minder moeten presenteren? Ik hoop het. Ik ben in ieder geval geen grote en Hij zegt, het uh, zijn recidivisten, ze dus weten wat een stent is. Dat is zeker waar. Maar daarnaast zijn ook heel vaak uh, mensen in de werkende populatie. Hè? En als je die mensen gedurende twee, drie weken voordien. Een stand gaat geven, zijn ze misschien thuis omdat ze met zo'n stand niet kunnen of willen werken, want die hen veel last geeft? Uh, is die een paar keer opgenomen in het ziekenhuis enzovoort? Dat is niet alleen belastend voor de patiënt, ook belastend voor ons maatschappelijk systeem. Dus ik denk dat het niet onbelangrijk is om onze patiënten een zo efficiënt mogelijke behandeling aan te bieden, om hen in zo weinig mogelijk sessies zo steenvrij mogelijk te krijgen, met zo weinig mogelijk complicaties. En denk... Je merkt dat ook van de patiënt zelf. De patiënt heeft daar een vraag naar. Maar denkt je dat die, dat die nieuwe miniaturisatie samen met de Suction Access Sheet ertoe zal bijdragen dat we sneller dat doel gaan bereiken of beter dat doel gaan kunnen bereiken? Zijnde zo steenvrij mogelijk in één enkele behandeling, met zo, ja, met zo weinig mogelijk werkverlet? Dat is een zeer goede vraag. Um, het zal in ieder geval nog steeds de minst invasieve manier zijn naast ESWL. Maar wat we niet mogen vergeten, denk ik, is dat ook PCNL een miniaturisatie ondergaat. Ja, geld. absoluut. Ja. Zeker weten, ja. En PCNL blijft de meest efficiënte manier om een patiënt in één sessie steenvrij te krijgen. En als we kijken naar de meest recente data, er dat is een mooie systematic review, uh, en meta-analysis gepubliceerd door de groep van Philip Dam in, uh, in Cochrane. In november, we hebben het er daarnet nog over gehad. Dat is een heel mooie en goed uitgevoerde systematic review, die aantoont dat een goed uitgevoerde mini-PCNL niet meer complicaties met zich meebrengt dan een retrograde intragenale chirurgie. Volledig akkoord, Jongens. Maar toch zie ik dat de drempel voor, voor, voor PNL in België relatief hoog ligt. Hè. Dus ik zie heel vaak urologen die zeggen: van ja, oké, okay, PNL heeft wel zijn plaats, maar eigenlijk zie ik niet zoveel indicaties. En daar ga ik niet mee akkoord. Er zijn wel veel indicaties Absoluut. voor PNL, zeker voor mini-PNL. Ik denk ja, persoonlijk, wat ik doe is als ik een steen zie met een maximale doormeter van meer dan 1 centimeter, dan haal ik PNL aan. Ik ga de patiënt niet overtuigen, mm -hmm. maar ik leg hem wel duidelijk de opties uit. Hè. Ik kan kiezen voor ESL met voor- en nadelen. Ik kan kiezen voor flexueurs, maar ik kan ook kiezen voor mini-PNL. En eigenlijk is het heel eenvoudig: ESL is de minst invasieve optie. Mini PNL zal de, zal de invasiefste optie zijn. Maar als we dan kijken naar de, naar de efficiëntie, ja, dan, dan is het duidelijk dat dat mini PNL de meest efficiënte optie Precies. is. Eerst uh, wel de minst. En dan ja momenteel, die flexuris hangt daar zo'n beetje uh, tussen. Maar ik denk wel inderdaad dat, dat urologen meer moeten overwegen om, om ook die PNL. Uh, aan te bieden aan de patiënten. Ik weet niet hoe dat we daar ja, mensen, voor kunnen, of mensen toe kunnen overtuigen. En zoals je aanhaalt, die, die Cochrane Review is, is toch wel voor mij alleszins overtuigend. Mm. Maar er is toch een zekere drempel die urologen moeten overwinnen. Absoluut. En daar gaat het natuurlijk ook over opleiding, training en ervaring. Hè. Je caseload gaan opdrijven. En net zoals u ligt mijn drempel voor een percutane op de dag van vandaag eigenlijk lager. Dan vijf, zes jaar geleden. Dat is deels omdat ik mij veel comfortabeler voel bij PCNL. Deels omdat ik zie hoe, hoe weinig complicaties dat we eigenlijk hebben met mini-PCNL. Die mensen gaan de dag zelfs naar, zelf naar huis, soms volledig totally tubeless, zonder stent, zonder nefrostomie. En die mensen zijn steenvrij en dat is eigenlijk het uh, resultaat dat je wilt gaan bekomen. En, en, en daar wringt soms het schoentje, hè. Om, omdat je een drempel hebt om een percutane te doen, ga je er niet veel doen. En zo blijft het jammer genoeg een vicieuze cirkel, want die want gaat geen percutane doen. Ja, we hebben flexibele uretroscopie. Maar hoe meer percutanis je gaat doen, hoe comfortabeler je je daarbij gaat voelen. En ik denk dat je eigenlijk een pak efficiënter gaat zijn daarmee. Het is ook deels, denk ik, een historische angst. Hè? Want als we natuurlijk teruggaan naar de tijd, hè? De, de tijd van de standaardpanel 30 French. Ja, vandaag is dat absoluut geen standaard. meer standaard ligt eerder op 18 French. Um, enfin, 18, ja. Maar het ligt alleszins lager dan 30 French. En dan zie je toch dat de morbiditeit van die ingrepen, zeker het bloedingsrisico en ook de pijn die mensen achteraf hebben, is absoluut. wel merkelijk lager. En ik denk dat dat een beetje ingebakken is bij de urologen momenteel. Van ja, oké, okay, we gaan toch niet naar die PNL over. Want vroeger, weet het nog, met onze opleider, dat was toch altijd een bloedbot en die mensen lagen drie, vier dagen in het ziekenhuis. Ja. Maar inderdaad, zoals je terecht aangeeft, mini-PNL. Ja, mensen kunnen de dag zelf uit het ziekenhuis. Heel vaak zonder nefrostomie, soms zelfs zonder stent of nefrostomie. Ik vind dat toch wel een optie die moet aangekaart worden. En het is sowieso de, de, de tool om zo steenvrij mogelijk te worden in één sessie op dit moment. En daar ga ik volledig mee akkoord. En dat brengt ons eigenlijk uh, naar het slot van, van deze podcast, waarbij we zien dat er toch wel heel veel trends zijn in de endo-urologie. Die onze indicatiestelling wat kan gaan wijzigen in de nabije toekomst. Ik denk dat ons armamentarium en materiaal alleen maar toeneemt. Wat ervoor kan zorgen dat we de patiënten hopelijk in de toekomst beter kunnen gaan behandelen, efficiënter kunnen gaan behandelen. En zo weinig mogelijk sessies, zo steenvrij mogelijk maken met zo weinig mogelijk complicaties. En dat kunnen we enerzijds doen met een retrograde intrarenale chirurgie, met heel veel disposals of een mini-PCNL. Dank u, dank jullie wel voor jullie. Uh... Informatie die jullie hier allemaal gedeeld hebben. Zoals uh, de gewoonte is bij onze podcast, gaan we ook eens gaan uh, naar de volgende vragenronde, hè, om de artsen een beetje beter te leren kennen. Uh, we doen dat altijd aan de hand van enkele kaartjes die jullie er juist getrokken hebben, maar van jullie nog niet weten wat de vragen zijn, natuurlijk. En we gaan beginnen met Thomas. Uh, de eerste vraag is: ik heb er spijt van dat ik nooit een hele lange, verre reis heb gemaakt. Okay. Tot nu toe. Tot nu toe, kan nog ja. komen. Hè? Favoriete reisbestemming? Ik sluit er een beetje mee. Hè. Momenteel Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, oké. Okay. Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit. Veel stenen behandelen met percutane. <laughs> Is dat de ideale vrije dag? Ja, nou, daarna een glas wijn drinken. <laughs> oké. Okay. En deze acteur mag mijn rol spelen in mijn eigen filmbiografie. Well, hij lijkt al een beetje op mij, of ik op hem. Steven van Haarwegen. Oké. Okay. De vraag is voor Karel. Als ik geen chirurg was, zou ik... M -m -m ...geworden zijn. Hmm. Wellicht boomchirurg. Boomchirurg? Ja. Oké, okay, toch in het uh, chirurgisch. <laughs> Die hebben geen stenen, hè. Nee, klopt ja. <laughs> Dit is mijn slechtste gewoonte. Ik heb te weinig geduld. Te weinig geduld. Ja. Uh. Idem. Dit kan ik elke dag eten. Spaghetti. Spaghetti. Mijn lievelingsboek of aanrader van een boek? Goh. Textbook of endo van Arthur D. Smith. Top literatuur. Oké, okay. ja. Thomas is er mee akkoord. Ik volledig. Dan met... ik die vraag maar <laughs> goed. En een cadeau waar ze je altijd plezier mee kunnen doen? Een fles champagne. Een fles champagne, oké. Okay. Of een grote steen. Oh. Een koraalsteen. Oh, voilà. voilà, dank jullie wel om uh, deel te nemen aan de podcast. En uh, graag tot binnenkort. Bedankt voor de uitnodiging. Dank u.